Ik ben Harald Ruene. Ik ben hier vandaag vanuit de Stichting Accommodatie Buurzen. En wij zorgen onder andere voor het beheer van de trefkoel. En u bent? Ik ben Kim Molterink. Ik ben algemeen bestuurslid bij de Stichting Belangengemeenschap Buurzen. En een van de initiatiefnemers van het project Buurzen Kijkt voor Roet. Ja, als je Buurzen binnenkomt, staat er Buurzen Kijkt voor Roet. Wat is dat precies? Het is een gezamenlijk ingestoken project om te kijken naar de vastgoedlocaties die we hebben in Buurzen en om te kijken naar de levensbestendigheid en de toekomstbestendigheid. Ja, we hebben redelijk wat gebouwen in onze kern. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld de trefkoel waar allerlei verenigingen gebruik van maken. Sportverenigingen, maar ook muziekverenigingen. We hebben 2 kerken in het dorp. 1 is nog in de eredienst, de andere niet. De basisschool, het Irenegebouw, ook een soort clubgebouw, de schietvereniging. En die zijn echt allemaal betrokken om te kijken van, goh, hoe houden we het nu leuk, maar vooral ook in de toekomst. Bestendig inderdaad. Ja, is dat heel belangrijk? We zitten toch wel met een aantal uitdagingen. Ik denk dat alle verenigingen en stichtingen daar wel mee te maken hebben. Met name het vinden van vrijwilligers dat moeilijk is. En we zien ook met name dat de aantal jeugdleden flink minder geworden is. Op de basisschool, het aantal leerlingen is daar minder geworden. Dus daar, met die uitdaging zitten we wel, denk ik, ook voor de toekomst. Hoe houden we het gezamenlijk levensbestendig? Hoe houden we de accommodaties allemaal overeind? En kunnen we bepaalde dingen samen doen of anders doen? Ja. Vergeest Buurzen een beetje? Ja. Nou, ik wou net zeggen, want het grijpt ook in op andere thema's, want dit is dan maatschappelijk vastgoed. Maar we hebben, wat Harald al zegt, de school, we hebben nu nog 75 leerlingen. 15 jaar geleden was dat meer dan het dubbele. Dus dat is best wel zorgelijk. En dat blijkt ook uit een enquête die we een paar jaar geleden hebben uitgezet, dat leeft in het dorp. Hè. Hoe zorgen we dat het inderdaad, het vergrijst, zoals in het hele land, maar dat je het wel leefbaar houdt met elkaar en jong. En dat het blijft leven, dat er voldoende leden zijn bij de clubs. En het moet ook geen heel negatief verhaal zijn. Ik denk dat we het heel goed voor elkaar hebben hier. Een grote gemeenschapszin en iedereen staat ook op om dingen te doen. Maar je wilt ook in de toekomst goed. Maar als je rondop ziet, toch wel redelijk wat jeugd? Dat is misschien een vertekend beeld. De jeugd in een klein dorp, die verzamelt zich vaak op bepaalde plekken. Dus daar dat je de jeugd wel bij elkaar ziet vaak. Maar wat Kim net aangaf, inderdaad, is dat het aantal leerlingen en ook kinderen dat het wel sterk is afgenomen de laatste 10, 15 jaar. En dat heeft onder andere te maken met de vergrijzing, maar ook door de nieuwbouw, dat er heel lang geen nieuwe huizen zijn gebouwd. Ja, en dat is ook een aspect wat we morgen hebben dan een wandeling georganiseerd om het dorp mee te nemen in dit project. En zullen we ook stilstaan bij, of de gemeente is aanwezig en die wil ons ook meenemen in de toekomstige nieuwbouwlocaties. Omdat er moet wel gebouwd worden. Het is een wisselwerking, zeg maar. Er moet gebouwd worden, jonge gezinnen moeten hier blijven of komen. En dat wil je graag als dorp. Wat willen jullie precies bereiken met Buurzen Kijkt voor Roet? Het is eigenlijk in gang gezet om alle bewoners van Buurzen te activeren. Om mee te denken voor de voorzieningen die er nu zijn en hoe dat voor de toekomst eventueel uit moet gaan zien. Ja, en nu zitten we in een verkenning. Dus samen met het dorp kijken van, goh, wat zijn nu scenario's? Of hoe zou je het dan willen organiseren met elkaar straks? Blijf je 6 gebouwen houden? Of in andere kernen zie je bijvoorbeeld dat dingen gecentreerd worden. Is dat iets voor dit dorp? En dat je daar ook draagvlak op haalt. En dat zijn we nu aan het onderzoeken met elkaar. En wij hopen dat er volgend jaar een plan ligt. Wat we ook, de gemeente is ook betrokken, maar waarbij we meer de hot op kunnen en ook zorgen dat het vorm krijgt. Ja, het zou natuurlijk ook jammer zijn, bijvoorbeeld de 2 kerken die in Buurzen staan. Blijft dat in stand? Moet daar eventueel een andere functie aangegeven worden? Natuurlijk vragen die ook wel spelen in de dorpen om ons heen. Ja. Vandaar dat we dat nu ook project ingegaan zijn. Ja. Het kleine kerkje heeft al een andere functie. Hè. Daar proberen ze ook. Het is ook een belangrijk aangezicht in het dorp, dus dat wil je heel graag behouden. Beheer en onderhoud kost geld. Dus ze proberen allerlei culturele activiteiten te organiseren voor dorpen en omwonenden. Om dat rendabel te houden. Maar de Rooms-Katholieke kerk, die is nog in de eredienst. Maar net wat Harald zegt, in de omgevingen zie je dat daar ook ontwikkelingen zijn. Ja, en wat wil je dan, stel dat dat ook hier gebeurt, wat wil je dan met de kerk? En nu heb je de gelegenheid om daar als dorp wat van te vinden. En straks sta je misschien voor een voldongen feit of is de tijd te kort om. Je ziet ook met name dat aantal vrijwilligers ook wel terugloopt, zoals hier bij de trefkoel. Het onderhoud van de gebouwen wordt vaak door een vaste groep gedaan. Ja. Van vrijwilligers die verstand hebben van bouwtechnische zaken. En die groep die is
eigenlijk wel vergrijst, laten we zeggen. Dus die, ja, we zoeken eigenlijk ook naar nieuwe aanwas van vrijwilligers. En en dat is ook een uitdaging waar iedere accommodatie eigenlijk tegenaan loopt, de aanwas van vrijwilligers. En je hebt maar zoveel inwoners in een dorp. Dus je concurreert elkaar, maar het is wel, hoe zorg je dat je dat misschien effectief... Misschien meer samenwerken? Ja, precies, inderdaad. We hebben inderdaad alle bewoners van Buurs uitgenodigd en de verenigingen en gebruikers van de vastgoed, die zijn wel uitgenodigd om mensen te kunnen laten zien wat ze doen en we hopen dat een gezellige bijeenkomst wordt. Jazeker. En we hopen ook dat we dan na morgen nog mensen op zullen staan en zeggen van, goh, maar ik vind dit wel heel interessant. Het is een heel afgebakend project, kop in staat. Ik wil me daar wel voor inzetten. Want we hebben verschillende werkgroepen, financieel, organisatorisch, maar ook vastgoed. Ja, daar wil je graag mensen in hebben die ook verstand van zaken hebben. Die bijvoorbeeld in de werken op die manier, die daar ook mee werken. En op die manier hun expertise in kunnen zetten. Als mensen meer over jullie project willen, Buurse Kiet voor Goed, waar kunnen ze dan terecht? De website, hè? De website, morgenmiddag is de wandeling uiteraard. Ja. Die begint om 12 uur. Ja, vrije inloop. Ja. Dus mensen kunnen zelf weten hoe laat ze willen starten tot 4 uur. Een wandeling langs alle accommodaties. En de website www.buursekiekveroet.nl. Ja.